Rico, hoe voelt het om in de arena te gaan vechten? Is dat een droom? Ja, zeker. Nou, een droom. Ik heb hier, dat is 18 jaar geleden, heb ik hier ook gevochten. Dus blij om hier weer terug te mogen zijn. En dan zeker om deze kaart te headlinen is heel speciaal natuurlijk. En hoe is het om dat te doen met het team waar je eigenlijk mee begonnen bent, zoals met Dennis? Ja, dat is te gek. Weet je, ik heb niet voor niets nooit mijn team gewisseld. Het is een gouden team. We hebben ik zou niet zeggen een gouden formule, maar voor ons is het de gouden formule. Het werkt. Ik heb een sterk team om me heen, de juiste mensen. Ego's, maar er is altijd ruimte om dingen te verbreden en open te blijven naar visies van andere mensen. En dat vind ik heel belangrijk. Dus weet je, daar ben ik gewoon heel blij mee. Heel trots op dat we nu hier zijn met z'n allen. Super. En als je kijkt naar Guto, ik heb hem net de vraag gesteld van joh, hoeveel ronden gaat het duren? Wat is er in jouw optiek aantal rondes dat je het kan volhouden? Dat ik het kan volhouden? Nee, ik hou het volhouden. Ja, ik wou het zeggen. Nee, ik hou het genoeg rondes vol. Nee, weet je, we gaan het zien. Ik ben gewoon 100% gefocust en dat is hij ook. Hij heeft hard getraind. Hij ziet er goed uit. Hij ziet er fit uit. Dus weet je, laten we zien. Laten we kijken hoe hij het in de kampioensrondes gaat doen. Ronde 4 en 5. Dat is toch even een ander verhaal als je dat niet gewend bent. Super. En Naguto, wat is er dan nog over van jou en Glory? Qua zwaargewichten? Het wordt een beetje dun de spoeling. Nou ja, weet je, er zijn altijd jongens waar ik nog niet tegen gevochten heb. En weet je, dus iedereen heeft een droom. Iedereen vecht om naar die titel toe te komen. En dat is gewoon iets wat een hele bijzondere route is. En of we dan weer een rematch krijgen tegen iemand anders. Of dat we weer nieuwe jongens hebben die opstaan. Het blijft altijd speciaal en het blijft altijd bijzonder. Dus ik ben klaar voor iedereen die het wil proberen. Super, dankjewel. Top, thanks man.